Bouwe van Dijksterstaten is een jeugdige, langgelijnde hengst. Het hoofd is sprekend en door zijn lange, verticaal geplaatste hals toont de hengst veel front. Het beenwerk straalt kwaliteit uit. Is er tijdens de instructiedagen nog wel enige reserve geweest ten aanzien van zijn prestaties? Gedurende het centraal onderzoek heeft Bouke van Dijksterstaten een stijgende lijn laten zien. Zijn goede galop met veel balans is zijn handelsmerk. Maar ook in de draf verbetert de hengst zich steeds. Hij loopt met gedragenheid en kan goed schakelen. Het achterbeen wordt met veel buiging en goed onder het lichaam geplaatst. Bouwe van Dijksterstaten wordt omschreven door de Ruiters en Mennes als een hengst met een goede instelling, veel looplust, werkwillig en goed bewerkbaar. De hengst heeft een goed schakelend vermogen. Voor de wagen heeft hij nog moeite met de aanleuning, wat soms ten koste gaat van de stelling. En met de tuigen heeft hij de tijd nodig om zich in zijn front te ontwikkelen. Bouwe van Dijksterstaten heeft veel aanleg als rij- en mentpaard. En ook veel aanleg als tuigpaard. Bouwe van Dijksterstaten is een zoon van Jouwe 458. En zijn nog jonge moeder, een sterke tweede premiemerrie van Heitze 425. Bouwe van Dijksterstaten is de oudste zoon van de nu vier nakomelingen. Daarvoor zit een eerste premiemerrie van Deutschen. In de moederlijn zit ruim voldoende vak. Bouwe van Dijksterstaten kan type, beentechniek, galop, instelling en werkbaarheid verbeteren. Tevens kan hij een positieve bijdrage leveren aan de raskenmerken. Bouwe van Dijksterstaten wordt ingeschreven met de naam Arend 515.